heel belangrijk. Vind ik wel. Dat is ook een van de redenen waarom ik het mee ga doen. Omdat ik best wel talig ben. Dat merk ik ook wel bij buitenlandse studenten. Dat het gewoon... tenminste, die dan, ik heb een vriendin van mij die woont al een hele tijd in Nederland. Maar die is al van oorsprong, is die zeg maar Bosnisch. En die is geweldig slim. Die schrijft ook allemaal hele goede teksten en zo. Maar het is toch ook wel, merk ik wel, dat die leraar het heel belangrijk vindt. Dat jij ook gewoon goede zinnen schrijft. Dat je duidelijke zinnen schrijft, niet te lange zinnen. Dat je het gewoon allemaal goed neerzet, zeg maar. Dat je moet ook best wel veel werkstukken en zo dingen inleveren. Ik heb pas nog niet voor rechten maatschappij moeten inleveren. Nou, dat was gewoon een hartstikke lange tekst. Maar ze wachten ook gewoon echt van je dat je perfect Nederlands kunt. En niet alleen Nederlands, maar ook Engels. Ik bedoel, Engels, er wordt gewoon van je verondersteld dat je dat zomaar even allemaal kunt lezen. Ook al zijn het hartstikke moeilijke teksten in een juridisch jargon in het Engels. Want in het Nederlands is een juridisch jargon eigenlijk al moeilijk genoeg als je er helemaal niks van af weet. Komt er ook nog eens bij dat ik voor goederenrecht ook al Duitse teksten heb gehad. Nou, ik kan helemaal niet goed Duits. Dan zit je ook gewoon echt met een probleem. Dan mag je zelf gaan zoeken naar een Nederlandse vertaling of wat dan ook. Franse arresten heb ik ook al gehad in verband met internationaal en Europees recht. Dan moet ik zeggen dat met Frans zijn ze dan nog wel meer geneigd om je nog een vertaling te geven. Maar het is wel heel belangrijk dat je gewoon vooral Engels en Nederlands dan gewoon echt heel goed beheerst.